Yo, dames en heren, dit is Tel Bof. Yeah, en vandaag hebben wij de Sugarcane Farm. Ja, net zoals de Wheat en de Potato Carrot Farm heb je ook een farm voor Sugarcane. Oké, je ziet hier gewoon suiker, pistons, poppers en kist. Eerst zou ik laten zien wat er gebeurt als er suiker groeit. Maakt niet uit waar, als er suiker opkomt, gaat de piston aan de slag. En gaat het suiker via de hoppers in de kist. Maar waardoor worden de pistons geactiveerd? Als een suikerriet hierop komt, dan geeft de piston een signaal aan de sticky piston. De sticky piston houdt die blok dan weg, waardoor de redstone torch geen signaal geeft meer aan dit redstone dust en gaat repeater uit. Dan gaat dit ook alles uit. En daardoor gaan de pistons werken. Ja, dit is eigenlijk Sugarcane Farm. Je kan de wereld ook downloaden in de description. En ik zou zeggen, eet smakelijk. Er zit wel vertraging in, dat zie je. Want anders krijg je ook lag. Ik zou het nog zo laten zien. Zie je? Aan, uit. Aan, uit. Dames en heren, dit was Tobolf en de Sugarcane Farm. Like en abonneer als je niets wilt missen van Redstone. Later!